Peter Houtman is nog altijd de all-time clubtopscorer van FC Groningen. In drie verschillende perioden kwam de Rotterdammer uit voor de trots van het Noorden. In deze special gaan we met Peter terug naar de plekken waar voor hem zoveel herinneringen liggen. Dijkstra, Houtman weer aan speelbaar en vrij. Daar is hij, scoort. Nee, nu wel. Knappe winst van Peter Houtman. Hij wint in eerste instantie het duel in de lucht. Gaat zelf vervolgens in zijn eentje door. Krijgt opmerkelijk veel vrijheid bij het doorgaan. En dan gebruikt hij twee mogelijkheden om er één doelpunt uit te halen. Houtman brengt Groningen in de 21ste minuut op 1-0. We staan nu in de Querido-laan. En vroeger waren hier twee huizen doorgebroken met elkaar. En daar waren met name de jeugdige talenten van FC Groningen gehuisvest. En dat was dus onderkomen voor hen. En voor mij ook, maar alleen puur als onderkomen, omdat ik destijds bij de luchtmacht in dienst was. En elke dag dat bruggetje maakte naar Leeuwarden en weer terug. En dan was dit mijn onderkomen. Ja. Ik kon het goed met de mensen hier vinden. Het was ook een publiek wat me aansprak. Lekker nuchter, geen bobbelgoosjes, zoals we dat in Rotterdam zeggen, of weet ik hoe het dat noemt. Geen flauwkul, gewoon lekker jezelf zijn. En dat vond ik hier ook eigenlijk. Theo Verlangen wordt in 1977 hoofdtrainer van FC Groningen. De Hagenees neemt Peter Houtman mee naar het noorden. Hij komt over op huurbasis van Feyenoord. Die kende mij, want die had altijd bij Feyenoord gewerkt, tenminste daarvoor. Ik speelde daar in het C-team, hè, als jong talent, zeg maar. En ik kreeg eigenlijk niet de kans, ik kon ze erin blijven schoppen, maar ik kreeg de kans niet bij het eerste. Dus toen heb ik geïnvesteerd in mezelf. Theo Verlangen kwam toen bij mij met de vraag, joh Peet, hoe zou je het vinden om bij FC Groningen te gaan voetballen? Want daar kwam hij voor het eerst op eigen benen te staan. Ik zei, dat gaan we gewoon doen. En het is gelukkig een groot succes geworden. En, nooit getwijfeld? Nee. En ik moet ook zeggen dat ik me heel snel thuis voelde hier. Zoals de mensen waren, ook nuchter. Ik ben ook van, doe maar gewoon, weet je wel. En dat is nooit een punt geweest. Ik heb me daar heel snel kunnen aanpassen eigenlijk. Ja, ik ken Peter als een hele open en een spontane vent. Die ook heel goed kon voetballen. Een hele specifieke kwaliteiten had als voetballer. Maar als mens gewoon echt een geweldige persoon was. De eerste keer werd ik uitgeleend door Feyenoord voor een jaar. 1977-78 was dat. En we behaalden toen ook de na-competitie. En dat betekende dat we extra wedstrijden speelden tegen Wageningen en dat soort ploegen, MVV. En de grote teleurstelling was, we presteerden best goed. En op het laatste, de allerlaatste wedstrijd, dat was beslissend, kwamen we geloof ik net één doelpunt tekort om niet te promoveren. Dat was een enorme domp. Want we hadden best een fijn, goed elftal. Peter, die is volgens mij in drie periodes bij FC Groningen geweest. En dat was ook een heel immabele jongen, heel aardige jongen. Wars van verdette neigingen, wars van verkeerde brutaliteit, maar een hele aangename persoonlijkheid. We zaten een keer in de tuin, het was mooi weer. En ik moest natuurlijk elke dag mijn klofje aan van de luchtmacht. Zo'n mooi pakje, een blauw pak was dat. En dan zitten die jongens, die zitten in de tuin. En een beetje praten, kletsen. Ik zei, hey boys. Want ik kon de jongens natuurlijk allemaal, hele jonge jongens. Talentvolle jongens die erbij zaten. En we zitten net eventjes. Er komt er zo'n toen de tijd nog geen F-16, maar een Starfighter overvliegen. En de jongens ook allemaal kijken, die dingen die maken een herrie. Dus ik kijk ook naar boven en ik zeg zo uit de losse pols. Ik zeg, dat is Freddy, dat is Fred. En dus ik een van die jongens, die jonge jongens, die zie ik zo helemaal verbaasd aan me kijken. Maar hij zegt, kent u die dan? Ik zeg, dat is mijn collega's, Freddy. Dat was helemaal niet waar natuurlijk. Dus hij vond het geweldig, prachtig. Maar die jongens die het wel door hadden, die wisten dat. Die zat al een beetje te giechelen. Ik heb hem een dag, heb ik hem in die wagen gelaten. De volgende dag heb ik vanaf de vliegbasis Leeuwarden heb ik zo'n foto meegenomen van een Starfighter. En die aan hem gegeven. Ik zeg, kijk, dat is die Starfighter die je gisteren zag. En waar ik nooit in heb gevlogen. Toen kon hij er wel om lachen, ja. Ja. Ja, Peter was inderdaad een enorme gangmaker. Die zocht ook altijd gewoon de leuke dingen op. En met name in de relatie met Theo Verlangen was dat altijd was dat wel van toepassing. Theo Verlangen was natuurlijk een bloedfanatieke trainer. En Peter die bedacht elke keer weer wat. Ik weet nog dat we bij een voorbespreking op zondagochtend, dan gingen we altijd eerst een hapje eten.
Daarna een bespreking en dan nog een korte wandeling en dan gingen we naar de wedstrijd toe. Dat hij na het eten in samenspraak met ons, dat hadden we samen geregeld, een sorbet bestelde. Zo eentje waar je bij moest gaan staan, eentje waar rietjes in zaten, eentje waar een parapluutje uitstak, waar vuurwerk uitkwam. Ja, en dan moet je het gezicht dan van een trainer zien die zich bezig is met de wedstrijdvoorbereiding, die net een bespreking wil starten. En ja, dan komt iemand binnen met zo'n sorbet. Nou, de hele selectie lag onder de tafel. Die trainer die was helemaal stond op zachtste poten. Dus dat kan ik me nog goed herinneren. Dat soort grappen was typisch Peter Houtman. Hoe die jongen in het leven stond, die gewoon echt gewoon heel goed in het leven. Die had plezier. Die vond het leuk. Die was ook in militaire dienst. Ik dacht in Leeuwarden zat hij op een gegeven ogenblik. Op de militaire basis, maar hij combineerde het een met het ander uitstekend. Klaagde nooit. Toerde op tijd met zijn autootje naar Rotterdam om familie te bezoeken en zo. En altijd plezier. Keukens. Nu is dat het gevaar daar, Houtman. Twee keer. In het seizoen 1977-1978 scoort Houtman maar liefst 32 keer voor FC Groningen. Logischerwijs had Feyenoord de huurling terug naar Rotterdam. Een half jaar later wordt de spits door Feyenoord toch verkocht aan Club Brugge. Maar Houtman had in Brugge nog niet hetzelfde gevoel als in Groningen. En daar werd hij juist zo gemist. Dus ontstond er een actie in het Oosterparkstadion. Volgens mij was hij gehuurd van Feyenoord of van België, van Club Brugge, weet ik niet zeker. Maar hij was als kind in huis bij FC Groningen en daar presteerde hij ook altijd goed. Dus toen werd er een actie op touw gezet tijdens de wedstrijd. Dan konden mensen die konden dan geld doneren. En van die mooie gele emmertjes met Pasen stickers erop. En toen is er inderdaad onder de supporters een inzamelingsactie opgestart. En dat ging zelfs met emmertjes gepaard waar een deksel op zat met een gleuf erin. Daar kon je dan in doneren. Ik weet ook niet wat het opgebracht heeft, maar het geeft wel aan dat als je zoiets doet, dat je dat doet omdat iemand heel erg welkom is en heel erg geliefd is bij de supporters. Ja. Dus die emmertjes die gingen de hele tribunes rond en zo heeft de club een inzamelingsactie gedaan om Peter Houtman te houden. Ik weet nog goed dat op die tekst stond, topvoetbal beleven, nu voor Peter geven. Ik schaamde me daar een beetje voor, want dat leek net of dat geld voor mij was bestemd. Maar dat was mede bedoeld om de transfersom rond te maken. En dat was op zich wel een hele leuke actie. En er is nog veel geld mee opgehaald ook. En ik ben toentertijd ben ik hier ingegaan weer met meneer De Vries. Dat weet ik nog goed, Renze De Vries stond op te wachten. En vanaf dat moment weer met heel veel plezier hier gespeeld. Ja. Wat volgt in 1980 is deze beroemde foto van Peter Houtman naar de promotie in Vlaardingen. FC Groningen is terug in de Eredivisie, mede dankzij topscorer Houtman. En ook een jaar later in de Eredivisie scoort hij aan de lopende band. En een handige voorhoede, Zwanenburg. En een koppel van Houtman, toch raak. 2-1. En de slotfase die misschien dan nu nog 3 hardnekkige Groningen minuten kent. Speeltuintje, dat hadden ze toen ook al. Wat kan je vertellen, want dit ligt allemaal vlak bij elkaar. Hier nou, dit is ook in de wei het Zuid, de Klooslaan. En dat begon hier voor mij met de garage. Ik had, meen ik, de tweede garage. Daar kon ik mijn auto in stallen. En hier woonde ik samen met ook weer die Henk Veldmaat, die had hier ook een huis. Die woonde een paar huizen verder dan ik. En hier op nummer 33 woonden wij. Ik woonde in de Klooslaan in Groningen. En hij zocht een huis. En volgens mij was dat huis nog vrij of kwam vrij. En getipt. Vond hij leuk, vond hij prima. En sindsdien hebben we, ik weet niet hoe lang precies, maar hebben we al die tijd dat hij er was in ieder geval samen gewoond daar. Ja. Wij gingen ook altijd samen naar wedstrijden en ook vaak naar trainingen. Kijken of ik nog buurtjes ken. Ik niet. Ja, hier nummer 33. Ja, er staan wat fietsen. Dit was de schuur. We hadden mooie kamers en zo. Was echt een heel fijn huis. Achter ook weer zo'n, ik weet niet of diezelfde schutting nog staat die ik gebouwd heb. Misschien heeft hij het wel gehouden. Henk Veldmaten, die kwam altijd als we 's ochtends moesten verzamelen bij elkaar. Of we gingen eerst eten. Kwam die altijd bij mij en dan gingen we samen reden we naar Groningen toe of naar hetgeen waar we moesten samenkomen. Ja. Henk woonde daar verderop. Ja, ik heb hier altijd met plezier gewoond, met plezier gevoetbald, heel veel mensen leren kennen. En gewoon ja, echt naar ons, dat geldt voor ons beiden, echt naar ons zin gehad.
Slordig naar binnen spelen op dat moment. Van Dijk. Rosien. Tegen het kruis van Gaal. Houtman helemaal vrij. En niet buiten spel. En dan is het 2-1 voor Groningen. Peter was een typische centrumspits. Die geweldig explosief was. Explosief in zijn snelheid en explosief in zijn sprongkracht. Geweldige koptechniek had. En wij hadden een spelletje destijds bij Groningen met veel aanvallen over de zijkanten. Ja, dan heb je iemand voor de goal nodig die een bal binnen kan koppen. Ja, dat kon hij als geen ander. En dat was een perfecte match. Je moet ook geluk hebben. Maar we speelden destijds 4-3-3 met een echt heel goed elftal. Rechtsbuiten was eerst Steve Kobel, later Bud Brokker. Linksbuiten was Leentje Zwanenburg. Theo van Lange was trainer, die speelde een systeem dat we echt heel veel over de vleugels kwamen. Ja, en die ballen, er kwamen 20 ballen voor doel per wedstrijd. Nu nog 1 of 2, maar toen 20. Ja, en dan scoorde die, want hij kon zo fantastisch koppen. Echt ongelooflijk. Dus dat was heerlijk. Dus hij maakte op jaarbasis ja, minimaal 20 of 25 doelpunten in mijn beleving. Koeman. Wiebing. Hij is nu 5 minuten binnen als vervanger van Bakker. Hij heeft nog geen bal gehad, dit was zijn eerste. Goeie bal op Houtman lijkt dat. De kans voor Groningen om te scoren, het gebeurt. Feyenoord is in de tweede helft 20 minuten sterker geweest, maar in die 20ste minuut scoort Groningen. Hans Boer. Stevens, Houtman wint. Ruimte voor Peter Houtman. Houtman alleen. En een doelpunt. Ja, ja. 2-0 voor de FC Groningen. Na 15 minuten in de tweede helft. Ja, en dan mag je best even zwaaien met die vlag. Goeie goal van Peter Houtman. Klopt Stevens in de lucht. En het lijkt me dat Stevens nog niet kuikenfris is. Want normaal gesproken gaat hij er veel agressiever in. Houtman wint het duel. En scoort heel beheerst de tweede treffer voor de FC Groningen. Wildschut. Geklopt. En Peter Houtman zorgt voor de eindstand. 4-0. Wildschut, eens Groninger. Later bij Twente. Nu voor PSV. Kansloos tegen dit FC Groningen. 4-0. Na 32 doelpunten in 2 seizoenen Eredivisie klopt Feyenoord op de deur van het Oosterpark om Peter Houtman terug te halen. De Rotterdammer kan de lokroep van zijn jeugdliefde niet weerstaan en vertrekt voor de tweede keer uit Groningen. Maar 3 jaar later, in 1985, komt Houtman opnieuw terug in Groningen. We hebben hier altijd fijn prettig gewoond. Dat was de eerste stappen in de Querriedelaan. Maar ook later dit dus. Dit huis had ik gekocht. Daar heb ik nog een beetje pech mee gehad, want toen kwam ik de laatste keer bij Groningen. En ik had dat huis had ik verhuurd. En toen ik thuis terugkwam, naar Groningen, toen was op dat moment was er sprake van dat ik terugkwam met de contractbesprekingen. Maar toen was net, ja, dit huis had ik niet meer, die had ik net verkocht. Eerst verhuurd en later verkocht. Dus ik kon er niet terug. En toen ben ik naar de Helene Zwartlaan gegaan. Mijn oudste zoontje, die inmiddels al 38 is, bijna 39, die was klein en die stond hier in de achtertuin, was hij altijd met een bal bezig. Ik weet nog goed hoe die dan fanatiek bezig was. Pat, zei hij dan als hij de bal raakte. Hij was nog zo, dus moet ik zeggen, het is eind jaren 80, half jaren 80 geweest. Dus, ze zwaait. Dus, ik zat even. Dag mevrouw Bos. Hallo. Ja, dat zie ik op het naambordje staan. Okay. Ik zag u zo enthousiast zwaaien. Ik denk, dan zal ik maar eventjes. Dit is mijn oude woning geweest vroeger. Ach, dus zo? We lopen daar even een soort historie op te halen. Ach, leuk. Toen ik het had, was het eigenlijk nog huurwoningen. Ik ben Peter Houtman. Weet u van de voetbal of niet? Ja, toevallig wel. Toch wel? Ja. Dus we zijn nu even Dat uw naam nog steeds genoemd werd. Oh. En dat er mij ook verteld werd dat u hier gewoond had. Ja, zeg maar jij hoor. Dat jij hier gewoond had. Ja. Dus grappig. Goed, ja. Dus je komt terug om even te kijken. Even te kijken, we gaan op mijn oude huizen even af. Want dat was allemaal in de Weihert Zuid. Ja. Ja, de tuin. Jeetje.
Ja, hier ging mijn zoon altijd met een bal, was hij bezig, was ook nog zo klein. Hij is nu inmiddels bijna 39. Dus ja, kleine kinderen worden groot, hè. Maar die was hier altijd bezig met een bal aan het schoppen. Ik vertelde het net aan mijn cameraman ook. En dat deed hij heel fanatiek. En dan was hij aan het schoppen en weet ik het allemaal. Na die bal tegen een bord ergens. Pats, zei hij dan. Pats. Was wel leuk, ja. Ja. Ze stond al zo enthousiast voor het raam te zwaaien. Denk, ik zal even dag. Ah. Leuk is dat, hè? Nou, en de naam Peter Houtman doet nog steeds wel iets, hoor. Ja, dat begrijp ik altijd van de mensen. Ik krijg ook nog steeds post van mensen uit Groningen, weet je wel. Post tegenwoordig gaat dat allemaal via de computer natuurlijk. Ik heb vroeger wel brieven beantwoord, zeg. Poeh, ouderwetse brieven. Van Dijk bij de vrije trap. Het is een goede afstand om Houtman of de kop te bedienen. En hij doet het bij Houtman. Vrije trap van Jan van Dijk. Peter Houtman sprint op het juiste moment het gat in. Kreeg die bal zo voor het inkoppen en deed het 2-0 voor Groningen. 5 minuten na rust. Houtman. 3-1. Het is de middag van Peter Houtman. Oud Feyenoorder. Lag hij aan de basis. Tot vreugde van onder andere Han Berger, die in de haast zijn bril verliest. Je komt al snel bij de grote wedstrijden, hè? Tegen Ajax, tegen Feyenoord. Zowel tegen Ajax als tegen Feyenoord heb ik volgens mij wel gescoord. Feyenoord weet ik zeker, want dat was een hele belangrijke fase voor ons. Want we speelden toen, dat was aan het eind van het seizoen, we speelden om Europees voetbal. En toen was het belangrijk of we wel of niet zouden winnen van Feyenoord. Nou, die wonnen we met 4-1. En het was een heerlijke wedstrijd in een propvolle Oosterpark. Mensen er allemaal achter. En dat werd dus Europees voetbal voor ons toen. Ja, dat zijn mooie dingen. Monco, Molenaar, onderbroken door Van den Berg. En de uitbraak via Jan van Dijk. Jan van Dijk, gestuit door Hiele. Maar Thomas geeft een strafschop. En Hiele wacht min of meer gelaten af op de lijn. Op wat er gebeuren gaat als Peter Houtman gaat aanleggen voor zijn 23e seizoentreffer. 4-1 en de Groningse buit is binnen. Groningen belandt over ruime maand in de beker voor de UEFA Cup trekking in Zwitserland. Dit is niet meer te herkennen. Dit is het oude gedeelte, dat is nog steeds zo. En dat ook. Ja, het is helemaal veranderd, joh. Dit had ik al een keer gezien, hoor, eerder. En dan loop je in een wijk waarvan je nooit zou kunnen zeggen van goh, dat is een voetbalstadion geweest hier. En het was een geweldig leuk stadion, hoor. Heel knus. Niet het allermodernste, maar wel heel. Later hebben ze die grote lange zijdetribune hebben ze nog helemaal uitgebreid. Dan konden er iets van 21.000 mensen konden erop. En die zijn er ook vaak geweest, hè, met die wedstrijden. En dan had je hier die, de trainingsvelden. De kleedkamers in het hoofdgebouw, zou ik maar zeggen. Dat was de oude tribune. Maar het was een heel gezellig stadion. Heel knus, dicht op het veld. Fanatieke supporters achter het doel. En dat is alleen maar leuk. Goh, dan voel je dan gauw oud, hè. In 1986 speelt Houtman voor het eerst Europees voetbal met FC Groningen. En uiteraard is hij daar ook trefzeker. Tegenstander is het Ierse Galway United. Boek weg. Houtman komt in. Weer een goede kopstoot. Schitterende goal trouwens. Peter Houtman, altijd gevaarlijk met zijn hoofd. Ashton let er niet op. Houtman kwam voor zijn man. En via Blackmore brengt hij Groningen in de derde minuut van de tweede helft opnieuw op voorsprong 2-1. Bakker profiteert misschien, ja. Maar krijgt een setje van Morren, maar gaat door. Carpenter bij hem. Nu legt hij die bal goed terug. Houtman. Ja, Peter Houtman bewijst eens te meer zijn waarde voor FC Groningen hier in het Oosterpark. Goed teruggelegd die bal van Edwin Bakker.
En een schitterende kopbal in de lange hoek. 3-1, 12e minuut. Olderikkerink. Als Groningen nu even schakelt, even doorgaat, dan zijn die hier helemaal weg. Ja hoor, daar is er weer een. Houtman, 5-1. Het leek op buitenspel van Peter Houtman op de opening die Jos Rosien voor hem creëerde. In de daarna volgende winterstop vertrekt Peter Houtman naar Sporting Lissabon. Daardoor eindigt de spits op 128 doelpunten in 200 wedstrijden voor FC Groningen. We leven nu in een tijd dat contracten veel sneller aflopen en niet meer verlengd worden. Zeker dat spelers vertrekken naar een andere club. Dus je hebt toch wel een aantal jaren nodig om tot een aantal wedstrijden te komen en tot een aantal doelpunten te komen. En ik denk dat in de komende tijd er niemand meer zo lang bij een club zal zijn dat hij dat record gaat verbreken. Als ras Rotterdammer en Feyenoorder is Peter Houtman al jaren stadionspeaker in de Kuip. Ja, beste mensen, de teams staan op het veld voor de warming-up. Betekent dat ik alvast bij u kan komen met de opstelling van FC Groningen. Maar in Groningen is hij voorlopig nog altijd de all-time clubtopscorer en daardoor voor altijd een legende. Dat is Houtman, schitterend doelpunt. Wat is het mooiste in het voetballerij? Dat is doelpunt te maken. En het mooiste van doelpunt te maken vond ik weer dat je zo verschrikkelijk veel mensen blij maakt. Als je al die gezichten ziet, dat vond ik het mooiste. Ja, je maakte ook wel mensen niet blij, de tegenstand dus. Maar meestal waren er de meeste mensen wel voor, in dit geval FC Groningen, of voor Feyenoord. Of Sparta, of nou ja, noem maar op waar ik gespeeld heb. Van den Berg. Rosien. Nog eens Rosien. Speelt Van Gerwen uit. Daar is de 2-0. Peter Houtman. De winst voor Groningen is binnen. Houtman. Van den Berg komt weer inschuiven. Houtman gaat voorlopig een tijdje zelf. Nog steeds Houtman. Wie valt hem aan? Niemand. Houtman!